Het wetenschappelijk onderzoek heeft bewezen dat er weer een fanmail-aflevering aankomt. En ditmaal bedraagt aflevering 23. Dankjewel. Ik heb twee brieven. En twee brieven, dat is genoeg voor een fanmail. Want we hebben weer leuke brieven gekregen. Nou ja, dat weet ik nog niet. Maar jullie hebben, sturen over het algemeen altijd leuke berichten naar me toe. En ik ben heel benieuwd. Ik heb altijd de moeite om ze open te maken. Dus de fanmail. Oké, bedankt. Nee, ik ga hem natuurlijk voorlezen. Fanmail, beste Vincent. Ik vind je een van de beste YouTubers die er zijn. Nou, dankjewel. Dat vind ik echt leuk om te horen. Ik kijk al je video's en natuurlijk heb ik ook een paar favoriete series, waaronder Disneycraft, maar ook No Limits 2 en Euro Truck Simulator 2. Je maakt me altijd aan het lachen, alleen vind ik het jammer dat ik geen Minecraft heb, want dan zou ik heel graag op de server willen. Ook dat je cameraman bent vind ik geweldig, omdat ik het ook leuk vind. Ga zo door, Vincent, want je hebt je abonnees 100% verdiend. Mijn vriendelijke groet, Stijn de Groot, een van je abonnees. Nou, leuk om te horen, Stijn, dat je zo enthousiast bent. Ik vind het ook super dat je, dat je zo fan bent van die series. No Limits is inderdaad een, ja, echt een hele leuke serie, vind ik zelf ook. Omdat het gewoon heerlijk is om in achtbanen te zitten. En Euro Truck Simulator is gewoon een beetje mijn spel geworden. Omdat het, ja, het stuurtje, hè. Ik kan even pakken. Het beroemde stuurtje, jongens. Het beroemde stuurtje. Hier heb ik hem gewoon. En hiermee doen we alle afleveringen van Euro Truck Simulator. En nou, hij doet het gewoon perfect. De laatste fanmail ga ik vandaag openen. En dan zit de aflevering er al even op. Het gaat soms een beetje snel, ik weet het. Is het er geplakt? Oh, ja, daar komt hij. Met lijm. Ik ga hem eerst zelf kijken, jongens. Ik vind het echt heel tof gedaan. Ik ga hem voorlezen. Een hele kleine tekst, maar ik ga hem zeker doen. Beste Vincent, ik ben heel erg fan van je video's. En ik kijk heel veel GTA. Maak er meer video's van. Echt man, je bent echt geweldig. Ik stond er een eerste keer van te kijken toen ik een e-mail kreeg van je. Want voor mij ben je nog belangrijker dan Marco die zanger. Marco Borsato waarschijnlijk. Zo! Fan! Ja, dat staat er. Zo, fan! Van jou! Je bent geweldig en je bent een hele grappige gozer. Grote 10 voor je YouTube-account. Top! En ik hoop dat je deze fanmail in je video voorleest. Nou, dat doe ik gewoon niet. Nee. Ga zo door. Groeten Wesley. Wesley van Essel. Nou, Wesley, ik vind het echt tof dat je zo enthousiast hebt getekend. En ik vind hem echt heel tof. Ik ga hem bewaren, je brief. Ik vind hem ontzettend leuk dat je hem opgestuurd. En ik voel me best wel vereerd eigenlijk. Een nog grotere fan dan Marco Borsato, dames en heren. Hoe vertel je iemand dat aarde niet meer rond is? Dames en heren, bedankt voor het kijken naar deze video. Wil je ook een fanmail sturen, dan kan dat. Stuur even een mailtje naar dit onderstaande e-mailadres vincentbouwrichards@gmail.com blablabla. En stuur dan even dat je mijn adres wil. Dan stuur ik hem terug naar jou. En dan kan jij een fanmail sturen naar mij. Tot de volgende video. En salut!